Virgil, Roy, Michijan. Panna of drie man voorbij spelen? Drie man voorbij spelen. Surinaamse of Nederlandse keuken? Surinaamse keuken. Het leven in Bulgarije of het leven in Nederland? In Bulgarije. FIFA of Call of Duty? Call of Duty. Zomer of winter? Zomer. Vanaf nu alles met de kop scoren of alles met links? Alles met links. Virgil of Furra? Furra. Groente of fruit? Groente. Landskampioen met Ludogorets of Europees voetbal met FC Twente? Europees voetbal met FC Twente. Begroeten met hallo broeder of hoe je tegenwoordig doet? Virgil, opgegroeid in Tilburg. Hoe is jouw jeugd geweest? Ja, heel gezellig. Ik ben met een boer en een boertje opgegroeid. En we hebben heel veel plezier gehad, heel veel gelachen. Met andere neefjes, neven, vrienden, veel gevoetbald en hebben we het gewoon heel gezellig gehad. Veel kattenkwaad? Ja, zeker. En je zegt zelf al veel gevoetbald. Was je elke dag op straat te vinden? Ja, zeker. Na school had ik sowieso eigenlijk al training. En na de training snel naar huis, snel gaan voetballen met de boys. Afarage spelen, is een spelletje spelen met meerdere jongens. En er kan maar één winnen. En soms ging je er dan al eerder uit en dan dacht ik van nee, als ik niet kan winnen, dan speelt niemand meer. En dan pak je die bal en dan zeg je, jongens, ik moet naar huis, weet je. Dus ik heb het wel heel leuk gehad, toch. En naast op straat, ben je begonnen bij een amateurclub? Ja, ik ben begonnen bij SC Olympus. Ik was 5 jaar toen ik daar was begonnen met voetbal. En op mijn 8e ben ik gescout door Willem II. Ik heb eerst proeftraining moeten draaien en uiteindelijk ben ik in de jeugdopleiding gekomen bij Willem II. Train je 3 keer per week en waarvan dinsdag en donderdag train je 2 keer op een dag. Mag je onder de lessen gaan trainen, zeg maar. En dan kwam je terug naar school. En dan na school ging je weer terug om te trainen. Dus op zich best wel drukke jeugd gehad met de trainingen. Maar uiteindelijk heeft het wel mogen leiden tot de profvoetbal. Weet je nog het moment dat je gescout werd? Ja. We kregen een brief thuis en we begrepen eigenlijk niet zo goed wat ze bedoelden, zeg maar. En een neef van mij, die speelde zelf ook al voetbal en die was al langer actief in de voetbalwereld. En hij zei van, je bent gescout voor Willem II, dat betekent dat je daar mag gaan trainen. En als je het goed doet, mag je hopelijk daar blijven. En in eerste instantie dacht ik, Willem II, wat is Willem II eigenlijk, weet je? Ik wist toen nog niet zo goed dat Willem II was, want ik speelde ook pas net voetbal. En toen ik bij Willem II zelf kwam om te trainen, zag je wel van, wauw, dit is wel echt een mooie club, grote stadions. En je ziet dan dat de profvoetballers, zeg maar, toen de tijd trainingen gaven. En het was wel echt een hele mooie ervaring. Is de academie met ups en downs gegaan of alleen maar up? Nee, zeker ook met ups en downs. Het ging heel goed. Op een gegeven moment kwam ik in een fase dat de jongens om mij heen heel hard begonnen te groeien. En ik bleef maar klein. Dus ik kan me nog herinneren dat ik eraan dacht om groeipillen te gaan nemen. Om ook langer te worden. Maar ik weet nog dat ze in de jeugdopleiding zeiden dat lang zijn heeft een voordeel, maar heeft ook een nadeel. En, als je klein bent en snel, dan heb je het toch makkelijker dan die jongens die lang zijn en niet zo snel. En in eerste instantie wil ik dat nooit geloven. Ik dacht nog steeds van nee, ik moet gewoon groeipillen nemen en lang worden. Maar uiteindelijk nooit gedaan en het is wel goed gekomen. En dan komt de kleine Virgil in het eerste bij Willem II. Hoe is dat bij jou gegaan? Ja, ik kan me nog herinneren, ze noemden me toen ook nog de kleine Michijan. Dacht ik ook weer van, misschien had ik die goede pillen toch wel moeten nemen. Nee, ik kwam in het eerst en een hele mooie ervaring. Het was echt heel leuke periode dat ik kwam. Stonden ze er nog niet heel goed voor. Uiteindelijk hebben we via de na-competitie promotie kunnen afdwingen. En dat je dat dan mag meemaken, dat is wel heel mooi. Nog op de brommer in de Grosvesten? Ja, klopt. Dat was seizoen daarna. Ik kan me de thuiswedstrijd tegen Twente nog herinneren. Daar stond ik tegenover Braafheid. En die maakte overtraining op me en ik viel op de grond. En hij zei, hey, ik had veel meer van jou verwacht. Ik dacht dat je goed was, snel en sterk, maar je ligt de hele tijd op de grond. Dat was wel in mijn hoofd blijven hangen. Ik dacht,
dacht ik, als ik hun weer tegenkom in de uitwedstrijd, dan ga ik hem maar even laten zien dat hij de verkeerde persoon toen heeft aangesproken. En toen, ja, die week had ik me goed voorbereid, vooral met die woorden die hij toen tegen mij zei. En ik dacht, wacht maar, hij gaat zien. En in die wedstrijd maakte niet uit wie tegenover me kwam. Ik dacht, iedereen gaat merken dat ik wel gewoon die missie daar ben waar hij toen over had. En ik denk dat dat mijn beste wedstrijd was van dat seizoen. Mooi om te horen. Daarna ga je naar Ludogorets in Bulgarije. Hoe is dat allemaal tot stand gekomen? Ja, ook eigenlijk een beetje raar. Ik speelde toen, we waren toen gedegradeerd met Willem II. Dus we gingen weer naar de Jupiler League heette dat toen. En toen kwam mijn interesse van een Bulgaarse team, eerst Levski Sofia, die kende ik nog wel. En toen kwam Ludogorets zich ook melden. En om eerlijk te zijn wist ik niet zo goed wie Ludogorets was, dus ik moest het ook opzoeken. Maar ja, het bleek dat zij toen al twee keer de kampioen waren van Bulgarije. En ik had ook in Nederland nog wel een paar opties, maar ja, ik dacht, weet je, zij spelen sowieso Europees voetbal. En ik wist niet of ik later in mijn carrière nog wel een kans zou krijgen om Europees voetbal te kunnen spelen. Dus toen dacht ik, weet je, we gaan er gewoon voor, ondanks mijn leeftijd. Ik was toen net 20. Dacht ik van, weet je, we gaan ervoor en we maken gewoon het beste van. En achteraf is dat ook gewoon een goede keuze geweest. Ik heb met Ludogorets Champions League mogen spelen en Europa League, zeg maar. Dus ja, al met al is het toch een hele goede keuze geweest. Maar je komt er als 20-jarige in Bulgarije. Red je jezelf gelijk? Nee, ik moet ook eerlijk zeggen dat in de eerste maand dat ik mijn koffer nog niet had uitgepakt. Want ik dacht, vooral in de eerste maand had ik het wel heel moeilijk hoor. Het was heel anders, weet je. Je komt in een andere omgeving. Ja, andere mentaliteit. En ja, de eerste maand heb ik zo vaak naar huis gebeld van, ik kom morgen terug, weet je. En dan zei mijn moeder van, nee, je komt niet terug. Want als je terug naar Nederland komt, stuur ik je weer terug naar Bulgarije, weet je. En zei ik, oké, ik blijf nog wel. Dag erna weer bellen, nee, ik kom toch naar huis. En zei ze, nee, je blijft daar, weet je. En de eerste maand was wel heel moeilijk voor mij, heel zwaar ook. En ik moest vooral wennen aan de mentaliteit en aan de omgeving. Maar ik moet eerlijk zeggen, na mijn eerste doelpunt die ik in een derby maakte tegen Levski, ja, ging alles wel rollen, zeg maar. En in mijn eerste Europese wedstrijd tegen PSV had ik ook een doelpunt gemaakt. Dus toen begon dat gevoel zich een beetje meer op te bouwen. Je krijgt dan plezier, je teamgenoten gaan je meer waarderen. En ja, na mijn eerste maand is het eigenlijk alleen maar goed gegaan. In de stellingen net koos je ook voor het leven in Bulgarije. Was het zo mooi daar? Ja, het was ondanks de mentaliteit van de mensen, weet je. Ze leven daar, weet je, met de gedachte van, vandaag kan mijn laatste dag zijn. Dus ze hebben echt plezier in het leven, weet je. En dat vond ik wel heel mooi. En ook gewoon, ja, Bulgarije, het klinkt misschien niet mooi, maar je hebt echt gewoon hele mooie plekken. En wij waren dan veel in Varna en daar heb je de Zwarte Zee en strand. En ja, het was wel echt heel leuk daar. En mijn schoonouders kwamen ook regelmatig op vakantie daar. Dus ik had ook gewoon regelmatig gewoon mijn mensen om me heen. En ik denk dat, ja, die combinatie van het strand en het mooie gedeelte die ze daar hadden, gecombineerd met mijn mensen om me heen, dat gewoon alleen maar plus was. Je speelde Champions League. Precies. Was dat de jongensdroom? Ja, zeker. Natuurlijk wil je als voetballer dromen en heb je ook dromen en wil je bepaalde doelstellingen halen. En ja, dat ik dat met Ludogorets mocht ervaren, dat vond ik natuurlijk wel heel mooi. Na 5 jaar Ludogorets en nu bij PEC Zwolle kom je bij FC Twente. Waarom wilde je voor FC Twente gaan? Ja, ik heb gesproken met een goede vriend van mij, Mitchell Piquet. En die heeft zelf ook voor Twente gespeeld. En ik denk dat hij mij toch wel wist te raken, vooral met mijn keus. En ja, gaf aan van, hey, luister, in Nederland heb ik een paar opties waarvan Twente, wat denk je van Twente? En hij gaf aan, als je naar Twente kan, dan moet je naar Twente gaan. En toen vroeg ik hem natuurlijk waarom. En hij had het over de supporters, hij had het over, ja, gewoon de omgeving hier in Enschede. En ik hoorde alleen maar goede dingen, waardoor ik dacht van, oké, kijk, als hij zo goed over een club praat, dan moet het wel goed zijn. En ik was gewoon heel erg benieuwd. En ik dacht ook van, weet je, we gaan het gewoon proberen. En tot nu toe heeft hij inderdaad niet gelogen over wat hij heeft gezegd.
alles wat hij toen de tijd zei is ook gewoon uitgekomen. Ik merk het nog steeds, elke thuiswedstrijd, de supporters en gewoon de positiviteit. Als ik in de buurt ben, dan heeft iedereen een Twente shirt aan en ga naar de supermarkt en dan heb ik een praatje met de jongens die daar werken, weet je. Dus het is gewoon leuk, weet je, en daar kan ik wel van genieten. Was het de eerste week ook al gelijk makkelijk hier? Ja, het was wel makkelijker dan in het buitenland, omdat iedereen hier ook Nederlands praat. En ik ben gewoon goed opgevangen door die jongens. Ik kende Quincy Menig dan al en een paar andere jongens kende ik al. En die hebben me gewoon goed opgevangen. En dat vind ik wel fijn van ja, de Nederlandse cultuur. Je wordt gewoon snel omarmd en ze willen je gewoon snel een gevoel geven van je bent hier bij ons thuis, weet je. En dat gevoel had ik minder in Duitsland, ook meer in Bulgarije. Dus, vandaar dat dit in de eerste week al wel gewoon meteen goed zat, ja. En dan draaien jullie als team een hartstikke goed seizoen. Later, of aan het einde van het seizoen, komt er dan triest nieuws. Jody Lukoki komt overlijden. Een vriend van jou. Hoe is dat voor jou geweest? Ja, in eerste instantie toen ik het kreeg te horen, was ik wel heel erg geschrokken. Ik wist al wel een paar dagen ervoor dat er iets speelde. En daar was ik al heel erg van geschrokken. En ja, toen ik het nieuws binnenkreeg van dat hij het niet gered had, was ik wel heel erg geschrokken. Weet je, ik kreeg berichten binnen, je wordt gebeld en je leest ook van alles. En je leest ook verhalen die niet kloppen, wat extra pijn doet, ook voor zijn familie. Weet je. En iedereen heeft iets gehoord en iedereen maakt zijn eigen verhaal en dat komt dan weer terug bij jou. En dan denk je van, weet je... Het is al een vervelende periode. Je hebt al een vervelend nieuws gehad. Laat het gewoon, weet je, zoals hoe het is. Ga niet nog extra, weet je, een extra verhaal aanplakken of dingen van maken die niet zo zijn gegaan. En de eerste dag ja, kon ik het niet geloven. De tweede dag nog steeds niet. En ik dacht, weet je, met mate de tijd dat je er misschien wel dat je het kan accepteren. Maar tot nu, ja, je probeert ermee te leven, maar het is nog steeds wel heel moeilijk, zeg maar. Vooral als ik aan de mooie momenten denk die ik met hem heb gehad in Bulgarije. Maar ook voordat we, voordat we in Bulgarije samen speelden, kende ik Jody al. En ja, we hebben gewoon veel samen gelachen en veel plezier gehad. In Bulgarije woonde hij naast mij, dus we waren gewoon elke dag samen. Dus het was voor mij gewoon een broer, weet je. Het was niet een vriend meer, het was gewoon familie. En, ze gingen ook met elkaar om en ja, als je dan hoort dat een broeder van je zo tot het einde is gekomen, dan is dat wel heel pijnlijk hoor. Je zegt zelf al, het is heel moeilijk om het te accepteren en het een plekje te geven. En vervolgens moet je twee dagen daarna een wedstrijd spelen. Ja. Hoe moeilijk is het dan om die knop om te zetten? Ik had ook nog met de trainer gesproken en hij vroeg of ik het kon en ja... Het was wel heel moeilijk, maar wat mij kracht gaf is dat zijn familie kwam kijken. En omdat zijn familie kwam kijken, dacht ik, weet je, dan wil ik graag voor zijn familie die wedstrijd spelen. Maar ik moet ook eerlijk toegeven dat het wel heel moeilijk was. Het had meer energie van me afgenomen dan dat ik zelf door had. Ik dacht van, hey, ik voel me gewoon, weet je, ik voel me wel, naarmate de wedstrijd speel, voel ik me misschien wel beter en kan ik die wedstrijd spelen. Maar dat had wel meer invloed op me dan dat ik zelf dacht, moet ik eerlijk zeggen. En dat we die wedstrijd dan zo afsluiten, weet je. En dat we dan te horen krijgen dat de Europese voetballen mogen gaan spelen. Toen dacht ik echt van, kijk, dat kan niet mooier, weet je. Voor de wedstrijd was het al best emotioneel met zijn zoontje, zijn familie die op de tribune zit. En als je dan zo'n dag zo kan afsluiten, ja, dat is voor mij echt... De mooiste wedstrijd die ik heb mogen spelen, die ik heb mogen ervaren, zeg maar. Dus ik heb er wel een hele mooie herinnering aan mogen achterhouden, zeg maar. Heeft het jullie als team ook sterker gemaakt? Ja, ik denk dat we, als je naar ons seizoen kijkt, denk ik dat we op een gegeven moment een band begonnen te creëren. En die band ja, heeft er ook voor gezorgd dat we hele goede resultaten konden behalen. En ik denk dat het qua teamspirit en hoe we met elkaar omgingen, dat het sowieso al goed zat. En ik denk dat dat misschien de laatste 2% waren die we nog nodig hadden. En hoe we die wedstrijd gespeeld hebben, ondanks wat er gebeurd was, zeg maar, die dagen ervoor. Denk ik echt dat je kan zien dat we wel echt een team zijn samen. En jullie zijn dat team ook gebleven? Er zijn vrij weinig veranderingen geweest. Is dat fijn?
Ja, is heel fijn natuurlijk. Je bouwt natuurlijk aan iets en je merkt toch wel bij bepaalde andere teams waar best wel wat spelers verkocht zijn, dat zij nu opnieuw moeten gaan bouwen aan iets. En je merkt bij ons dat die automatisme er al in zit, waardoor wij nu nog beter aan het voetballen zijn dan afgelopen seizoen. We creëren meer kansen. Ja, natuurlijk mogen we wat meer scoren, maar ik denk dat als je naar ons spel kijkt, dit seizoen vergeleken met afgelopen seizoen, zie je wel echt dat we een stijgende lijn aan het pakken zijn. En ja, dat moeten we moeten gewoon ervoor gaan zorgen dat we die lijn vast kunnen houden en nog meer kunnen gaan uitbreiden. En hopelijk aankomend seizoen dat we niet alleen kwalificeren voor de voorrondes, maar dat we ook echt gewoon de groepfases ingaan. En dat zou gewoon een hele mooie beloning zijn voor datgene waar we nu mee bezig zijn. Jouw statistiek tot nu toe, 9 wedstrijden, 4 goals, 1 assist. Ben je in vorm? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb een goede voorbereiding gedraaid en dat heeft mij geholpen om nu, zeg maar, het beste uit me te halen. Natuurlijk zit er nog meer in en natuurlijk probeer ik elke wedstrijd nog beter te doen. Maar het belangrijkste dit seizoen is dat ik de voorbereiding helemaal heb mee kunnen draaien. En afgelopen seizoen was dat niet het geval vanwege een blessure. En het gaat goed, maar ik moet gefocust blijven. En tot slot, wat zijn je ambities nog verder? Zou je nog naar het buitenland willen? Ja, tuurlijk. Ik zou heel graag nog een mooie sportieve stap willen maken. En of dat nou met Twente is of met een andere club, dat zien we aan het einde van het seizoen wel. Maar voor nu, ja, ik ben heel tevreden met hoe alles nu loopt. En we doen het ook gewoon goed als team. Ik voel me gewoon heel goed. En ik denk dat ik gewoon nu op de perfecte plek zit. En dat wil ik gewoon zo lang mogelijk volhouden. Goed om te horen. Dankjewel. Nee.